Beerschot Wilderijk wint vandaag met 2-1 tegen Ruppel Boon. Coach Dennis van Wijk, zeker op basis van de tweede helft, verdient. Maar we zagen twee verschillende wedstrijden. Of heb ik dat fout? Ja, wij maken er gewoon van om altijd achter te komen. Hè. En dan maken we het onszelf heel erg moeilijk. Dan loop je altijd maar achter die feiten aan. Frustratie hier en daar, enzovoort. Ja, dan kom je niet tot voetballen toe. Tweede helft, toch iets beter gespeeld. Ik moet zeggen, ik kan die gasten helemaal niks verwijten. Qua inzet, werkkracht, strijd, dat is allemaal perfect. Alleen het overzicht mankeert er. Zo blijven we onszelf natuurlijk in de moeilijkheden spelen. Bjorn Ruitings, je scoort die 1-0 op de 45e minuut. Beschrijf die fase een keertje. Het was de 1-1. De 1-1, excuseer, ja. Ik denk dat Pieter Maat een gemeten voorzet geeft en ik kop hem zijdelings naar de verschoek binnen. Ik denk de ideale goal op het juiste moment. Er was toch wel een heel verschil tussen die eerste en die tweede helft. Ja, ik denk dat we weer op een domme manier 1-0 achterkomen of 0-1 achterkomen. En dan is het weer zoeken en moeilijk om in ons spel te geraken. En ja, dan is het, gelukkig scoren we net voor rust aan de 1-1. En kunnen we de kopjes bij elkaar steken onder de rust. En de tweede helft hebben we er alles aan gedaan om de match doen te kantelen en de puntjes hier te houden. Hoe komt dat toch steeds, dat vroege tegen doelpunt? Ja, ik weet het niet. Als ik het zou weten, dan zou ik er een oplossing voor hebben ook. Maar ja, misschien net niet scherp genoeg. En ja, nochtans wordt er wel op gehamerd. Woensdag midweekmatch naar Luik. Ja, we hebben nu een moeilijk programma. Een zwaar programma. Match per match kijken en iedereen weet wat ons doel is. Het is nog altijd dat kampioenschap. Zeker en vast. Veel succes. Dank je wel. 2-1 Beerschot Wilderijk tegen Ruppel Boom. Rashid Mouda, je hebt dat tweede doelpunt niet zelf gescoord, maar je was wel de aanleiding. Wat een knotsgekke situatie. Ja, ik kan dat niet begrijpen eigenlijk. Ik weet dat hij een beetje tijd probeert te winnen. Dus ik kom vlak bij hem. Maar daarna draai ik me om en die schiet gewoon op mij. Dus kan ik niks anders doen eigenlijk. Wou je dat doelpunt eerst zelf maken? We hadden de indruk dat je een beetje aan het uitkappen was. Ik dacht eigenlijk in het begin dat ik alleen was. En ik zei, het is een 1-1 actie. Ik moet gewoon scoren. En ik blijf een beetje kalm. En ik zie Fokke komen. Dus simpel gewoon. 2-1 is gemakkelijker dan. Het was alweer een tijdje geleden dat je nog eens mocht opdraven. Dat moet goed doen. Ja, het doet enorm veel deugd. Ik kan alleen maar blij zijn om terug hier aanwezig te zijn. Het is dankzij ook het vertrouwen dat de technische staf aan mij ook geeft. Dus ik ben heel, heel blij, heel content met de overwinning. Ook een beetje de mensen hier even terugzien op het plein. Dus. En nu woensdag, midweekwedstrijd met maar 250 supporters naar Luik. Ja, ik noem dat een schande, om eerlijk te zijn. Ik heb dat nog nooit meegemaakt. 250 supporters, combi-regeling, zo weinig heb ik dat nog nooit meegemaakt. Ik had gehoord dat er wat boycott was gepland. Ik kan dat zeker begrijpen. Ik noem dat gewoon een schande. Maar wij moeten woensdag gewoon alles geven, winnen voor onze supporters die thuis moeten blijven. En alles geven, gelijk als de komende wedstrijd, gelijk als vandaag. Gewoon alles geven tot het laatste. Oké, we wensen je veel succes woensdag. Helemaal op het einde, die kwetsuur van Anthony Portier, wat was er aan de hand? Nou, het last van zijn knie, dat kunnen wij nooit direct naar de mat weten. Er moet altijd eerst onderzoeken in het ziekenhuis en dan een diagnose stellen. Maar het was alles in zijn knie. Nu komt er een heel zware en lastige periode aan. Ja, maar het hele seizoen is al redelijk lastig gebleken. Dus dat verandert er niks aan. Wel drie wedstrijden op verplaatsing. Als jij ambitie hebt, moet je dat proberen goed af te sluiten. Hoe moeilijk is een midweekwedstrijd voor een ploeg als Beerschot Wilderijk? Ja, laten we het zo zeggen dat er toch veel jongens werken. Dus dat is net zo erg als voor de tegenstander. Alleen wij spelen natuurlijk op verplaatsing en we zijn lang onderweg. Dus dat is natuurlijk altijd wel een nadeel. Maar we weten dat we moeten doen, dus we moeten het zo goed mogelijk afsluiten. Oké, veel succes in de dag. Dank u wel.